lopende door de wandelgangen, de catacomben van de schuur. Hier hebben we de lichtboot voor de heren van het licht. Verder entree ook de palie en Pilsener. De ene helft. Hebben we uiteraard de DJ-boot. Daar kwamen we net vandaan. Met ook een plek voor een krat. Nog meer boxen en subwoofers en dingen. Toren. Heel belangrijk. De bar. Een rondleiding. Ja, top. We lachen dat om dicht even zo, hè? Ik heb het nog niet op de film staan. Chill out. Valt weinig te chillen, want iedereen moet naar binnen. De dingen voor binnen zijn. Skill, hè? Entree. Het is saai voor de buren. In Duitsland als ze niet de politie bellen bij mij. Ja. Ik rijd hier allemaal wel... Nee, het is één keer in het jaar en het gaat altijd goed, ze hebben geen gezeik. Ja, maar er is wel niet. Ja, maar er staat een harde wind, dat scheelt in je huis ook met dat gerommel. Dat maakt helemaal niet uit. Of ze niet goed. Nee, bel dan gewoon ons. Oh, natuurlijk even. Draken, later. Draak, onze. Hoe noem je dat? Lustobject. De barmedewerksters. De voor is open. Dank, draak. Nog mijn catacombs. We hebben hier een koelcel. Wat kan er in de koelcel? Juist. Dranken. Allemaal dranken. Klik. Nou. Gaan we weer. Catacombs. En dan hier. Moeten we even het trappetje op. Na een paar dagen werk is het wel hard, toch? Nee, moet je niet letten, dat is de dorpsgek. Als je foto's moet maken, wil ik ook dat je met hem gaat, hè? Nee, Chris, ik ben een rondleiding aan het filmen. Ja. CDJ 2000. Een 800. Een mp3-speler. Ja, en, hier zijn we net onze rondleiding begonnen. Daar staat een geluidsunit. Monitors. Dynacords uiteraard. Ja, daar zitten de jongens van het licht. Die zal ze nooit zien, want ze zitten mooi achter de kantelen, scholen. De boxjes. En, ja, het volle bak
wordt het toch wel kicken, denk ik.